Waar staat u dan met uw cd? Is dat uw enige hit? Dit is mijn enigste hit, ja. Ik zou liever nog wel een vervolg voor hebben. Maar ja, goed, ik denk dat de buurt daar niet op zit te wachten. U heeft er niet de top 40 mee gehaald? Nou, sommige mensen zeggen van, nou, u hebt toch wel een goede stem. Dus ik zou misschien toch wel talent hebben. Maar ja, de rest heeft gewoon afgehaakt. Een aantal jaar geleden werd de Peter Corneliusstraat in Waalwijk uitgeroepen tot de klimaatstraat van Nederland. Dat is allemaal heel leuk en aardig, maar hoe is het nu zo'n 10 jaar later? Ja, we zijn nog steeds bezig op een wat getemperde manier, maar iedereen doet zijn best om zo min mogelijk kosten te... Dat zo veel mogelijk te besparen. Ja, het is eigenlijk was een actie van in Nederland, hè. Daar is het eigenlijk mee begonnen. En toen zijn we begonnen met het isoleren van huizen, zoals met brievenbussen. We hebben nog meer gedaan, spaarlampenorganisatie. We hebben met elkaar meereizen, een soort carpooling. Een buurtkastje, kun je eens uitleggen wat dat is? Ja, een buurtkastje is eigenlijk een initiatief. Janneke Leipold heeft het bedacht. Die stuurde naar ons, Lucie, is dat leuk om in de wijk te zetten? Het buurtkastje is eigenlijk voor lang houdbare levensmiddelen en boeken. En mensen die het nodig hebben mogen ruilen, mogen er iets inzetten. Wat ze nodig hebben mogen ze pakken. Wat maakt dat klimaat zo nadrukkelijk dat het zo'n thema is? Nou, dat nu we toch wel bewust mee omgaan met energie. Zoals de warme truiendag doen we nog steeds. Warme truiendag? Ja, warme truiendag. Wat is dat? Nou, op een gegeven moment... Dan doen we alles, stroom zetten we uit. En dan gaan we bij elkaar, zeg maar, bij een van de gezinnen, gaan we dus, doen we gewoon allemaal truien aan. En dan gaan we dus gewoon spelletjes doen met elkaar. Vandaag nog klimaatvriendelijke plannen? Ik ga op mijn elektrische fiets. Ga ik nu even een rondje rijden, denk ik, in de regen. En ik loop veel. Dus er zijn heel veel, we doen best wel wat, inderdaad. Wat vaststaat, er zal ook nog geregeld gezongen worden in de Klimaatstraat. Vraag het maar aan Bjorn Kroon, een van de roergangers achter het speciale klimaatlied. Dit is mijn enigste hit, ja. Ik zou liever nog wel een vervolg voor hebben, maar ja goed, ik denk dat de buurt daar niet op zit te wachten. U heeft er niet de top 40 mee gehaald? Nou, sommige mensen zeggen van, nou, u hebt toch wel een goede stem, dus ik zou misschien toch wel talent hebben. Maar de rest heeft gewoon afgehaakt. Met Pavarotti van Waalwijk. Pavarotti van Waalwijk.